stadion. Goed, er gebeuren rare dingen. De winnaars van de Gouden Televisiering zitten hier bij ons aan tafel. Bert van der Veer, noemde jij dat nou net een flutprogramma? Nee, dat zei hij. Ja, ik heb dat zelf spot hoor. Ja? Ja. De winnaars van een flut, is het een flutprogramma? Nou, we moeten niet overdreven doen nee, over maar dat is het programma. Een flutprogramma? Ja, het is een makkelijk gemaakt programma. Een makkelijk gemaakt programma. Vier mannen aan tafel die lullen over voetbal. Juist. Nou, laten we even kijken naar dat programma. Ja, leuk. Wesley, die rijdt in een Hummer, hij zal ongetwijfeld op een kussentje zitten. Want anders kan hij niet boven het zit te denken, jij zegt, hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat die staat. Blad ooit stopt, ik weet het niet zeker. Ook. Denk jij, Raoul? Zal hij ooit stoppen? Ik denk het niet, nee. Uiteindelijk zetten ze hem op en dan blijft hij er nog zitten. Heel af en toe is hij leuk. Hè? Ja, dat die kinderen die niet luisteren met de kop onder een ijskoude kraan hield en zo. Dat kan ik met jou niet doen, dan gaat die vervetje halen. Jij weet hoe de situatie in elkaar zit. Ik vind echt dat je een keer daarover op moet houden trouwens. Want jij weet echt hoe het in elkaar zit. Ik weet precies hoe het in elkaar zit en daarom zeg ik het. Je zit hier hypocriet te doen. Nee, jij hebt zelf meegemaakt en jij hebt voor het geld gekozen. Nee, nou hier niet de boel op zitten staan. Stel je voor, zo'n vierde man die gaat met zijn vrouw naar een parenclub. Dus ze zeggen, wat doe jij? Dan zegt hij, ja, ik ben de vierde man. Dat houdt dus in dat er dus drie voor hem geweest zijn. Ja, deze fragmenten zijn niet allemaal uit het afgelopen seizoen. Ik geloof dat, dat jullie de prijs hebben gekregen voor het afgelopen seizoen. Maar het doet er in principe niet heel veel toe, toch? Dit is, nee, dit is hetzelfde. Dit is ongeveer. Ja. Wat is de reden van het succes, denk jij, Wilfred? Nou, het speelde wel mee vorig jaar dat het op het WK het Nederlands elftal goed speelde. En wij moesten twee keer anderhalf uur vullen. Wij waren toen het testbeeld van RTL 7. En dat krijg je niet alleen vol door serieus over voetbal te gaan praten. Dus we hebben eigenlijk over alles gesproken. Over de Vereniging van Huisvrouwen, over Jolante, over alles wat voorbij kwam aan actualiteit. En toen bleek Johan een hele menselijke, grappige, leuke kant te hebben die niemand kende eigenlijk. Johan was natuurlijk altijd die nukkige Norse man. En die werd opeens een hele warme, vrolijke man. Ik val namelijk wel mee, ja. Hoor. Ja, 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 nee, maar baat me. Je moet nog even aan de bar gaan zitten zo met z'n tweeën, maar... Maar ja, tussen jullie onderling zijn toch regelmatig dialogen waarneembaar. Dus... Ja, nee, die blijven ook wel. Dat zal er nooit weggaan. Alleen in het programma hebben we zoveel andere dingen gedaan samen met René, die natuurlijk in topvorm was dan. Want die had een suite van 16 bij 16. En wij sliepen in een kamertje van 3 bij 2. En daar was een soort chemie is daar ontstaan. En iedereen die ook aanschoof, die kon gewoon meeliften op een gegeven moment. Het Nederlands elftal pakte de punten, werd wereldkampioen bijna. En wij gingen mee op dat succes. En ik denk dat wij het enige programma zijn waar mensen komen en die zich helemaal blootgeven, die precies zeggen wat ze ervan vinden, want de tv en ook de talkshow staan natuurlijk bol met mensen die in een zondagse pak aanschuiven en proberen zo weinig mogelijk te zeggen. Ja. En wij willen alleen maar mensen die onafhankelijk over voetbal durven en willen en kunnen praten, niet die geremd worden door mediatraining en allerlei belangen. En komt er bijna niemand trouwens. Nee, wij kunnen er niet 5 noemen die dat willen. Maar op het moment dat ik niet meer kan zeggen wat ik wil, vind ik dat minachting van de kijker en blijf ik thuis. Maar is het zo dat het moeilijk is om de goede sporters te... Kijk, wij kunnen ze niet aan tafel krijgen. De actieve voetballers komen bij ons niet. Nee, maar wij hoeven ze ook niet meer, de actieve sporters. Want die hebben allemaal mediatraining gehad. En die maken nog wel geluid, maar die zeggen inhoudelijk niets meer. Want die hebben zoveel belangen. Die durven en kunnen niets meer zeggen. En het is zinloos om ze er neer te zetten. We hebben Joop Munsterman van Twente nog een keer gehad. Ja. Die komt 2 uur door het verkeer rijden naar Hilversum en houdt dan 1,5 uur zijn mond en gaat weer 2 uur in de auto terug. Dan denk ik, Joop, blijf thuis, kijk een wijntje in met je vrouw en heb een leuke avond. En de trainers? Nee, trainers ook niet. Nee, die zijn ook te bang voor hun hachje. Hè? Kijk, met René en Jan Boskamp is iemand die heel goed is. En er zijn Hans Kraai, maar dat is niet altijd even serieus. Want Hans die wil nog wel eens ontaarden in een vermakelijke dorpsidioot. Maar er zijn er niet zoveel die bij ons passen. Dus eigenlijk zou je dus niet een goed journalistiek programma kunnen maken met trainers en voetballers. Want die, of ze komen niet, of ze zeggen niks. Nee, als ze tegengas krijgen, dan komen ze niet meer terug. En ze laten het niet het achterste van hun tong zien. Ze proberen zich eruit te praten. En dan hebben ze het goed gedaan. Kijken ze wel eigenlijk? Die indruk heb ik wel, ja. Aan de niet, hè, maar... reacties te merken wordt er wel goed gekeken, ja. Want Bert van der Veer is met een kruistocht bezig. Die wil een beetje de Johan Derksen van de televisiewereld worden. Maar dan garandeer ik hem dat dat hele eenzame verjaardagen worden als je dat volhoudt. Want ja, ik ben zo langzamerhand al mijn vrienden kwijt. Ik wil geen snor, Johan. Laten we er even op ingaan. Er is dus een afgelopen vrijdag, het is nu genoegzaam bekend, hebben jullie die prijs gewonnen. En toen heeft Bert zich veroorloofd daar een kritische opmerking over te maken.
maken. Niet over jullie programma, maar over het feit dat die hele verkiezing is gedevalueerd door het feit dat niet de Voice of Holland, waar inmiddels meer dan 3 miljoen mensen naar kijken, die prijs won, maar jullie. En zelfs ook Wie is de Mol niet, terwijl dat toch ontzettend goed gemaakt wordt. Maar wat is daarop tegen? Het is een publieksprijs, Bert. Het publiek stemt. Ja, dan heb je gewoon te accepteren dat dat de winnaar is. Ja, dat ligt er dan aan welke eisen je stelt aan een televisiering. En misschien dat die van mij wat hoger liggen dan in ieder geval van de mensen die op Voetbal International hebben gestemd. Ik vind dat het niet alleen een heel goed bekeken programma moet zijn. Nou, laten we wel wezen, de Voice of Holland, dat heeft meer dan 3 miljoen kijkers. Ik geloof dat jullie de vrijdagavond 500.000 hadden. Wil je dat weten? Dat was helemaal uit je hoofd. Toch ongeveer een Dus dat vind ik op zich al een reden. Maar ik vind ook dat het een formule moet hebben. Dat het production value moet hebben. Dat er gewoon ontzettend over nagedacht is. Wat is production value? Wat de Voice of Holland heel erg heeft. Dat je gewoon met effecten, met licht, met decor, met muziekjes eronder, et cetera. Er wordt gewoon ontzettend hard aan gewerkt. Maar later, Bert, wat Johan en publieksprijs, het woord zegt al, publieksprijs. Die zegt dat de mensen thuis zitten toch niet te kijken, heeft het wel productie? Ja, maar het is eigenlijk al enige jaren aan het misgaan met de televisiering. Sinds je om 8:30 ineens de lijnen opengooit. En dan mogen mensen gaan bellen en sms'en. En dat lijkt mij een beetje het probleem. Want welke mensen gaan bellen en sms'en? Nou, in hun geval, ik heb even wat teruggezien, ze hadden heel vaak onder in beeld en geoorloofd, laten we wel wezen, het balkje, hoe je kon sms'en. Maar dat stond toch bij de Voice ook? De hele tijd bij de Voice stond het ook, ja, maar ik denk 3,5 miljoen mensen. Ik denk, maar de Voice had toch allemaal spotjes en Wie is de Mol? Nee, of ik denk programma ook dat is zelfs bij de Wereld Draait Door op bezoek gekomen. Ik denk ook dat het ook wel, dat de Voice vooral ook wel een heel erg gedoodverfde winnaar was, waardoor allerlei mensen die van plan waren geweest om op de Voice te stemmen, dachten van ja, we moeten ons nog een ongeluk stemmen in de komende weken om die kandidaten weg te krijgen. Laten we nu maar eventjes niet een sms versturen. Maar Bert, ik vind, jij had laatst op tv, haal je allerlei argumenten, en daar was ik het wel mee eens. Dat klonk heel redelijk. En ik vind ook dat het format en hoe ze gemaakt worden, dat er meer aandacht aan besteed is, tv-technisch zeker. Maar jij zit te redeneren als een tv-maker. Dat ben jij van beroep. Jij gaat niet op de stoel van het publiek zitten, maar jij moet gewoon de Bert van der Veer Award beginnen. En dan mag jij bepalen wie er wint. Maar jij moet niet het publiek laten kiezen en dan het publiek neersabelen. Want jij kijkt heel anders dan die man bij de open haard. Die Bert van der Veer Award is de Nipkow-schijf. Dat is een andere schijf. Die kun je ook verdienen. Die pakken we ook nog wel, hoor. Ja, dat kan niet anders. Ja. Nee, Johan. Ik zit in de jury. Maar niet alleen toch, neem ik aan. Nou ja. Wat was de vraag? Nou dat jij gaat vrij arrogant. Jij gaat vrij arrogant op de stoel van het publiek zitten. Het publiek mag stemmen en dan ben jij het er niet mee eens. En dan ben jij gepikeerd en dan ga je afzitten geven. Want je noemt ze al internethooligans. Dat vind ik minachting van de kijker. Dat hebben die mensen niet verdiend. Want hooligans, dat zijn semi-criminelen. Nee, voor de duidelijkheid, Johan, ik noem de mensen die op jullie programma gestemd hebben en die afgelopen vrijdagavond en alle andere avonden hebben gekeken, geen internethooligans. Het is alleen zo dat sinds ik mij vrijdagavond over deze affaire heb uitgesproken. Nou, de hele week al. Het was een beetje een krijgstof. In ieder geval vooral vrijdagavond. De tweets en andere sociale boodschappen een wat merkwaardig karakter hebben, laat ik het zo zeggen. Welkom in onze wereld. Ja, dat wou ik zeggen. Maar ja. Bert, in 1976 is de televisiering niet uitgereikt omdat allemaal bonnen waren ingevuld met hetzelfde handschrift. Fred Oster. Ja. Maar toen werkte jij er ook bij de AVRO. Toen is het echt helemaal toen maakte ik me daar nog niet heel erg druk over, moet ik je eerlijk zeggen. Maar is dat wat je vergelijkt nu met de situatie als deze? Dat het niet helemaal juist is gegaan? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat de stemmers hoofdzakelijk jullie harde aanhang is. Ja, maar dat is toch, Bert, 3 miljoen mensen bij een ander programma kunnen stemmen. En wij hebben er 5.500.000 die kunnen stemmen. En dan zijn die mensen toch in hun voordeel. En laat dat publiek stemmen. Maak je daar niet zo druk om, joh. Waar gaat het over? Ja, het is net zo belangrijk als voetbal, Johan. Ja, oh nee, precies. Dus. Maar daarom begrijp ik niet dat ik de tv niet aan kan zetten. Of ik voel me bijna bezwaard dat we dat lelijke ding gewonnen hebben. Ja, want je neemt het ons bijna kwalijk. Moet je luisteren. Nee. Ik heb me niet genomineerd. Heb ik je van harte gefeliciteerd? Natuurlijk. Tuurlijk. Het gaat op de ergens over. Maar ik heb me niet genomineerd. En Wilfred ook niet. We hebben niet gestemd. Wij zijn er ook maar bij betrokken. We wisten nergens van. Ik heb meteen gezegd, nou, dat enge gezelschap ga ik niet, maar weet je waarom wij hem gekregen hebben? Ik heb gezegd, bij dat circus met die aangeklede apen daar in Carré wil ik niet horen. Al hebben ze alle prijzen van de wereld. Vervolgens daarom heb je hem gekregen? Nee,
vervolgens begint die uitzending. En dan zie je al die mannen daar zitten als Fred Kaps verkleed en die vrouwen in het lang. Was en, en ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En maar kussen en zoenen. Het is klef, je wilt het niet geloven. Dus al die kijkers denken, hé, die Derks heeft gelijk. Het zijn echt enge mensen. We gaan op dat andere programma. Ja, het is een soort... Kom op, Bert. Ja, ik ben een beetje demagoog, Bert. Ja, nee, nu maak je er een soort van proteststem van... waardoor het alleen maar erger wordt dat jullie hem gewonnen hebben. Nee, wij hebben onze vaste aanhang, maar die is piepklein. Maar al kijkend, als je anderhalf uur naar Carré zit te staren... en je ziet al die B-acteurs, nou, daar word je niet vrolijk van. Jij was daar, Bert. Nee, ik werd vrolijk van jou met dat jasje. Nou, ik heb me aangepast bij die B-acteurs. Ja. Zulke jasjes heb ik niet gezien, Johan. Heb ik thuis ruzie over gehad. Heb ik niet gezien, daar. Maar eigenlijk is het toch gek, ik begrijp dat die leuke televisie is... dat je moet verantwoorden voor een prijs die je wint. Ja. Ik bedoel, waar gaat dit over? Je hoeft er niet te komen vanavond. Nee, wij waren uitgenodigd om onze prijs te vieren. Jij hoeft niet te komen, maar jij bent jarenlang de man achter... Ja, ik bedoel, een beetje feest, weet je wel. Het wel op niveau. Ja, nee, dat heb ik afgelopen vrijdag ook gedaan. Maar Bert, jij bent jarenlang de man achter Barend de Verdorp geweest. Je bent hier nog. Barend de Verdorp en dit programma, die zouden wel kunnen winnen? Nee. Nee, want dit zijn twee mannen die zitten te lullen over van alles en nog wat. En dat bepaal je ook even namens het publiek? Ja, nee joh, dat bepaal ik gewoon namens mezelf. Ja, maar je bent nobody in deze. Jij hebt één stem. Laat nou gaan, wat een onzin allemaal dit zegt. Hoe moet het eigenlijk wel? Ja, hebben we eigenlijk wat gewonnen en dan wordt het ons misgund. Wacht even, hoe moet het eigenlijk wel? Hoe kan het eigenlijk wel? Maar dan moet je eerst zeggen hoe het nu is. Hoe kan het beter? Het is nu zo dat televisie maakt een longlist. En dan kun je via internet, wordt dat dan teruggebracht tot 3. En uiteindelijk om 8:30 op die vrijdagavond gaan de lijnen open en dan kun je bellen. Ik vind dat de longlist vooral gemaakt moet worden door de televisie. Maar ik vind dat er een vakjury moet bepalen welke programma's genomineerd worden. Daar hebben we het nu bij het Songfestival ook over. En wat dat betreft is dit een beetje een vergelijkbare situatie. Wij zijn een Oost-Europese Songfestival, lijkt wat je nu zegt eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou ja, over het Songfestival maken wij ons ook zorgen. En als straks John de Mol beslist dat er een vakjury bepaalt... welke liedjes ingezonden gaan worden voor de Nationale Songfestival... dan gaat er niemand tegenin. Maar de vakjuryprijs is toch de Nipkow-schijf? Nee, ik zeg de vakjury, het enige wat de vakjury mag doen... is de longlist terugbrengen tot een shortlist. En vervolgens mag het publiek zeggen wat er betekent dus dat er een heleboel programma's... die het publiek mogelijkerwijs tot winnaar zou willen bestempelen, wegvallen. Ja. En dat is precies wat jij wilde. Omdat die vakjury bepaalde maatstaven aanlegt. Maar dan is het geen publieksprijs meer. Natuurlijk is het nog steeds een publieksprijs. Nee, het publiek kiest uiteindelijk. Nee, maar dan ga jij eerst voor het publiek uitmaken... wat goed genoeg is waar ze op mogen stemmen. Ik zeg niet hoe lang... Voetbal International mag ook op die shortlist staan... maar het feit dat Boer Zoekt Vrouw in de afgelopen jaren nog nooit... nog nooit gewonnen heeft, vind ik een beetje een treurige aangelegenheid. Dat is een programma het blijkt dus niets met kijkcijfers te maken te hebben. Nee, maar het is een combinatie van kijkcijfers en waarderingscijfers waar je het hier Richard Korver, hoe kijk je hiernaar als advocaat? Van die nou ja, het klinkt in ieder geval als een vorm van censuur. Als je gaat zeggen, we hebben een publieksprijs, maar de voorselectie... die laten wij toch door een select gezelschap van... Censuur? Ja, dat vind ik een vorm van censuur. Vond u beter bij de katholieke kerk, hoor? Daar zou ik misschien mee kunnen vergelijken, maar een vergelijking maakt u. Maar het is... Kijk, je moet denk ik heel duidelijk zijn. Een publieksprijs, dan moet het publiek kunnen stemmen. Je zou misschien wel moeten zeggen, je mag maar 1 keer stemmen. En niet 20 keer sms'en, want de mensen die dan heel fanatiek zijn... Maar dat gebeurde toch ook bij de nominatie? En toen heeft iedereen maar 1 keer gestemd. Bij de nominatie, wat via internet gaat, met 1 keer. Maar 1 keer. En toen zaten we toch bij de 3 nominaties, dus wat dat betreft. Oké, maar je zegt, dat zou het dus allemaal wat duidelijker maken. Ik kan me voorstellen dat je fraude wil tegengaan, dus dat je 1 keer stemt. Maar dat schijnt niet zo makkelijk te zijn, organisatorisch gezien. Nee. Toen in het jaar dat Jan Smit won, schijnt het telefoonverkeer vanuit Volendam... Heeft Jan Smit ook al gewonnen? Ja, Frans Bauer ook al. Dus wij moeten ons schamen. Dat, dat is jullie rein. En in 69 de Fabeltjeskrant, daar heb ik nooit iemand over gehoord wat dat betreft. Dus als de Fabeltjeskrant, toch, ook gewonnen in 69. Ja, toen was ik mij ook nog iets te jong om met dat druk af. Okay. Mevrouw De Haas, wordt er bij Huizen De Haas gekeken naar... dit soort uitzendingen en voetbal en de... Nou ja, mijn man kijkt ernaar. Tot grote ergernis van zijn vrouw. Dat bent u, hè? Voor de duidelijkheid. Nee, ik begrijp het niet dat mannen eerst 90 minuten naar een voetbalwedstrijd gaan kijken... en er dan over gaan praten en dan ook urenlang over kunnen discussiëren... en daar dan ruzie over kunnen maken. Alsof ze er zelf verstand van hebben, terwijl ja, jullie zien er nou niet uit alsof jullie zelf... Nou, Johan heeft gevoetbald op niveau, hoor. Ho, ho. Ja, MVV, Cambuur, Emmen. Bij Haarlem. Ik heb gehockeyd. Katholieke club ongetwijfeld. Katholieke club.
Nee, 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 gewoon een... Oh jee. Ja, ja, ja. En, maar zit uw man dan wel naar die voetbalwedstrijd te kijken en naar de nabeschouwing? Ja. En vloekt hij daar af en toe bij als het... Ja. Maar daar heeft hij een probleem mee. Maar wel op een beschaafde manier. Hoe doe je dat, vloeken op een beschaafde manier? Potjam dosie. Ja. Ja, zoiets. Ja, echt waar? Ja, maar dan nog net iets schattiger. En dan... noem maar eens één. Een rooms-katholieke geoorloofde vloek zoeken we nu. Ja, nou, ik weet het niet. Non de jus. Ja, kan die non de jus? Mag die? Ja, die mag wel. Oh.